Goedemorgen allemaal. Iedereen kan de presentatie zien, hoop ik. Ja, Om ik direct ben al. met de... Oké, dank u wel. Om direct met de deur in huis te vallen, ik ga ervan uit dat iedereen hier aanwezig zich goed heeft voorbereid, zoals een goede student van een verdiepende opleiding betaamt. Mocht dit toch niet het geval zijn, u kunt alle details en alle cijferwerken terugvinden in het rapport zelf. Hier gaan we enkel focussen op een aantal hoofdlijnen. U zult dus geen enkele grafiek te zien krijgen, maar ik geef mee dat u hier en daar wel eens een herhaling zal horen. Verder zijn er ook een aantal zaken die Caroline reeds heeft aangehaald, die ook bij mij aan bod zullen komen, wat op zich natuurlijk niet hoeft te verwonderen, aangezien Paleolithicum en Mesolithicum een behoorlijk aantal raakvlakken met elkaar hebben. Die herhalingen dienen om ervoor te zorgen dat er iets blijft hangen en als stof tot discussie kan meegenomen worden. Voilà. Sinds het beschikbaar stellen van die initiële versie van de balans, wat voor het Mesolithicum in 2008 en met kleine aanvullingen in 2010 was, is er het een en het ander veranderd in het Vlaams archeologiegebeuren, zoals in de inleiding al naar voren is gekomen. Niet in het minst een enorme groei van veldwerk, maar ook een enorme hoeveelheid nieuwe data die ter beschikking is gekomen. Een globaal overzicht van nieuwe onderzoeken en data ontbrak, dus die actualisering was wel een dringende noodzaak. Als breder kader voor preventief onderzoek, maar ook voor erfgoedbeleid en beheer. Een actualisering die er naar streefde om op verschillende niveaus en voor alle betrokken actoren een actueel en een objectief kader aan te reiken. Een kader van actuele kennis, van kennishiaten, thema's en onderzoeksvragen, die als referentiekader, maar ook als inspiratiebron dienden, waartegen het potentieel aan kenniswinst kan worden afgewogen. Een concept dat binnen hedendaagse praktijk een belangrijke factor is bij de evaluatie van de zin en van de noodzaak van archeologisch onderzoek. Hoewel het concept toch niet zo eenvoudig is om altijd een objectieve invulling te geven. Sinds die opmaak van de nulversie in 2010 heeft mesolithisch onderzoek op het Vlaamse grondgebied allerminst stilgestaan. En dat kunnen we aantonen als we snel kijken naar de literatuur. Tot op de dag van vandaag zijn er zo'n 2000 geschreven bronnen verschenen sinds aanvang van het onderzoek in het laatste kwart van de 19e eeuw. Meer dan een vijfde van die 2000 bronnen dateert van na het beëindigen van de eerste versie. Dus dat geeft al goed aan dat mesolithisch onderzoek het laatste decennium sterk is toegenomen, of toch alleszins op zijn minst vaker wordt gepresenteerd. Maar het gaat niet alleen om een toename van die bronnen, van data en van onderzoek, maar ook om een diversificatie ervan. Een aspect dat in de eerste plaats betrekking heeft op verkenning en integratie van nieuwe, maar ook de verdere uitbouw van meer traditionele thema's en vragen. Twee belangrijke nieuwigheden die de laatste decennia tot ontwikkeling zijn gekomen, zijn die gerichte prospecties door middel van boringen van afgedekte contexten, maar ook landschapsgerichte studies door middel van interdisciplinair natuurwetenschappelijk onderzoek. Die beide duidelijk de laatste jaren een heel prominente plaats hebben ingenomen. Er zijn ook tal van nieuwe actoren tot het mesolithische onderzoeksveld toegetreden. Hoewel die omvorming van data tot kennis, dus ontwikkeling van nieuwe kennis en de richting waarin die kennis evolueert, nog steeds voornamelijk gedomineerd wordt door onderzoekers uit de academische context. Belangrijke verschuivingen op het vlak van veldwerk. Met een toegenomen privatisering en commercialisering van het archeologisch bedrijf en de vernieuwde regelgeving in 2016, die hebben ook geen te onderschatten invloed gehad. Ook nog even vermelden dat Vlaanderen natuurlijk geen afgesloten eiland vormt als het aankomt op mesolithisch onderzoek. Ook in de ons omringende regio's, die vaak landschappelijk vergelijkbaar zijn, heeft mesolithisch onderzoek de voorbije jaren een sterke vlucht genomen. Wat niet alleen leidde tot een forse uitbreiding van het gekende mesolithische bestand in die regio's, maar ook resulteerde in nieuwe strategieën, nieuwe uitdagingen, inzichten en onderzoeksvragen. Alsook de opmaak van nieuwe balansen, agenda's en toekomstvisies.
Het is ook van belang in de balans, in het kader van de onderzoeksbalans, om niet blind te zijn voor die bredere tendensen en die evoluties ook met een kritisch oog te gaan opvolgen. De actuele versie van de onderzoeksbalans Mesolithicum bouwt in essentie verder op die nulversie en omvat dus een overzicht van tot dusver ingezamelde datasets, gehanteerde methodieken, behandelde thema's en vragen en de daaruit voortvloeiende kennis en kennislacunes over het Mesolithicum. De nadruk ligt daarbij vooral op het onderzoek en de verworven kennis van de voorbije 50 jaar. Aangezien de opdracht in de loop van 2020 werd aangevat en in het voorjaar van 2021 werd opgeleverd, is de data uit het onderzoek van die twee jaartallen nog niet systematisch meegenomen, hoewel er wel geregeld naar verwezen is geworden. Ook even van belang om erop te wijzen dat het ging om een welomschreven en vastomlijnde opdracht vanuit het agentschap, waarbij zowel inhoud als vorm bepaald werden door de vorm en de inhoud uit de initiële versie. En dus ook in de eerste plaats focust op de onderwerpen die in die eerdere versie aan bod zijn gekomen. Gate en de vakgroep archeologie van de Gentse Universiteit hebben de opdracht uitgevoerd. Het zijn twee spelers die de voorbije decennia ruime expertise hebben kunnen opbouwen op vlak van mesolithisch onderzoek in Vlaanderen. Ze werden daarbij begeleid en ondersteund door Marijn en Erwin en Marleen Martens van Onroerend het Erfgoed. En ik wil ook wel eens benadrukken dat die onderzoeksbalans het resultaat is van het teamwork. U kunt daar alle auteurs in rode omcirkeling zien staan. Het zijn dus niet alleen mensen van Gate en de Universiteit van Gent die eraan gewerkt hebben, maar we hebben ook uitgebreid de mensen die aan de initiële versie hebben gewerkt erbij betrokken. Het Permesolithicum, even kort om te schetsen, wordt sinds de tweede helft van de 19e eeuw gebruikt om, het zijn een specifieke fase van de menselijke ontwikkeling, dan wel een periode, een chronologische periode uit de menselijke geschiedenis te gaan duiden. De vroegste geschreven melding door Hodder Westrup, die u daar ziet op de slide, dateert reeds uit 1866, toen er van archeologie en van prehistorisch onderzoek eigenlijk nauwelijks nog sprake was. Wat hij met die term bedoelde, heeft overigens nauwelijks, heeft niks meer te zien met hetgeen er vandaag de dag mee bedoeld wordt. En de term Mesolithicum heeft sowieso de laatste 150 jaar geregeld een andere invulling gekregen. Voor Belgisch grondgebied verschijnt die term sporadisch in de vroeg 20e eeuwse literatuur, hoewel de vroegste vondsten reeds in de 19e eeuw aan het licht zijn gekomen. Het is echter pas later dat de term Mesolithicum een algemene ingang zal vinden. Naast Mesolithicum wordt er tegenwoordig ook gesproken van middensteentijd. In Vlaanderen wordt, en ook daarbuiten trouwens, wordt de term vandaag de dag gebruikt als aanduiding voor de periode tussen Paleolithicum en Neolithicum, na het einde van de laatste ijstijd, waarin de laatste jagers, verzamelaars en vissersgemeenschappen in onze gebieden vertoefden. Het is grosso modo tussen 11.500 jaar en 6.000 jaar geleden, hoewel dat afhankelijk is van regio tot regio. Het gaat dus over een vrij lange periode van 5,5 millennia. De overgang tussen Paleolithicum en Mesolithicum is in Vlaanderen relatief slecht gekend en nog steeds onderwerp van discussie. Dat geldt ook voor andere regio's in Europa. Bij informele conventie wordt dat min of meer gelijkgesteld met de aanvang van het Holoceen. Het einde van het Mesolithicum treedt dan in wanneer wordt overgeschakeld op landbouw en veeteelt. Is dus eerder een economisch dan wel een chronologisch criterium en hoeft dus niet overal gelijktijdig te stoppen. Wat ook niet het geval lijkt te zijn. Dus dat betekent dat de Mesolithische levenswijze nog kan voortleven, terwijl de Neolithische levenswijze zijn intrede had gedaan. En dat lijkt in Vlaanderen het geval te zijn, wat de complexiteit van het neolithiseringsproces, zoals dat wordt genoemd, in deze regio's benadrukt. Bart zal daar ongetwijfeld in zijn bijdrage dieper op ingaan. Het vroeg-Holocene milieu waarin de Mesolithische gemeenschappen leefden, heeft doorheen de vele millennia dat het Mesolithicum omvat, verschillende wezenlijke veranderingen ondergaan. Het verschilt tegelijkertijd ook op fundamentele wijze van het landschap waarin wij vandaag leven.
Het klimaat warmde op in het vroeg-Holoceen. Geleidelijk, er trad een relatieve zeespiegelstijging op, waardoor de initieel grotendeels droge bedding van de Noordzee langzaamaan is volgelopen. Een aspect dat een enorme impact moet hebben gehad op de Mesolithische mens in Vlaanderen. Het zachtere klimaat betekende ook warmteminnende vegetatie. Als onderdeel van de pioniersvegetatie zouden berken en den na verloop van tijd dan plaatsmaken voor gemengde loofbossen. Een dichtere vegetatie betekende dan ook het definitieve einde van trekkende kuddes van grote zoogdieren. Een overgang die overigens reeds in het laat glaciaal was ingezet in het Paleolithicum. Belangrijke implicatie is dat de mens in die dicht beboste gebieden moest gaan jagen op prooien die solitair zijn of in kleinere groepen leefden, zoals het edelhert, reeën, everzwijnen of voerrunderen. Pijlen en boog zijn dan ook onderdeel van het jachtarsenaal uit die periode. En de stenen pijlelementen, zowel de pijlpunten als de weerhaken en hun productieafval, zijn typische elementen geworden voor de archeologie van het Mesolithicum. Het actueel gekende mesolithische bestand in Vlaanderen is bijzonder omvangrijk. Het is ook zeer gevarieerd van aard en van context, maar het is ook van variabele kwaliteit. Omwille van verschillende redenen die we in het rapport gedetailleerd uit de doeken hebben gedaan, is het echter niet zo evident gebleken om een precieze exhaustieve inventaris van alle gekende mesolithische vondsten in kaart te brengen. Nu, het mesolithische deel van het hedendaagse archeologisch bestand in Vlaamse bodem, net als haar vroeg-Holocene paleo-ecologische equivalent, zijn voor ons de enige uiterst kwetsbare informatiebronnen die ons betrouwbare inzichten kunnen verschaffen over die periode van de menselijke geschiedenis in relatie tot het toenmalige milieu. Ze worden in wezen gekenmerkt door een uiterst complexe formatiehistoriek die uitgebreide interdisciplinaire benaderingen vereist om adequaat begrepen te kunnen worden. De vroegste wortels van een mesolithisch onderzoek in Vlaanderen die gaan dus reeds terug tot het einde van de 19e eeuw, lang voordat de term mesolithicum in gebruik kwam. U ziet daar rechtsonder een idyllisch sfeerplaatje van enkele van de vroege protagonisten van dat onderzoek in actie. Het gaat links over Marcel de Puit en rechts over Hamal Nandrijn, die vooral in het eerste kwart van de 20e eeuw vanuit Luik, zowel vanuit de stad als vanuit de universiteit, zich met prehistorie hebben beziggehouden. Nu, wat ik zelf persoonlijk een beetje jammer vind, is dat er heel weinig interesse is in de wetenschapshistorische, filosofische en sociologische achtergrond van het mesolithisch onderzoek in Vlaanderen. In tegenstelling tot wat in onze omringende gebieden gebeurt. En dit ondanks een lange en boeiende onderzoekshistoriek die bijna 140 jaar omvat. In een aantal publicaties wordt er wel sporadisch, maar meestal oppervlakkig aandacht besteed aan die aspecten van mesolithisch onderzoek. Maar op dit vlak is er eigenlijk best nog wel interessante kenniswinst te boeken. Tot het einde van de jaren 60 waren er reeds meer dan 300 publicaties over het Mesolithicum in Vlaanderen verschenen. Toch focussen we in die onderzoeksbalans, zowel in de initiële versie als in die geactualiseerde versie, enkel op onderzoek dat vanaf de vroege jaren 70 heeft plaatsgevonden. Dat is een moment dat de Vlaamse universiteiten zich als professionele speler meer en meer en ook op meer systematische wijze gaan bezighouden met mesolithisch onderzoek. En een moment dus dat het onderzoek een meer professionele richting insloeg, daar waar het eerder vooral door vrije tijdsarcheologen en sporadisch door professionele instellingen werd beoefend. Het is met name professor Vermeers van het KU Leuven die vanaf de jaren 70 en later ook professor Krom B en professor De Bie vanuit respectievelijk Gent en Brussel en onder hun leiding ook verschillende generaties studenten die de belangrijkste protagonisten zijn die richting hebben gegeven aan mesolithische archeologie. Hoewel veel van de data waarop zijn kennis baseerde werd ingezameld door veel andere actoren. Nu, al wie geïnteresseerd is in de grote lijnen van de historiek van de laatste 50 jaar, die verwijs ik gewoon naar het rapport.
als ook verschillende balansen die daar in detail, die de kern van de onderzoeksbalans vormen en in detail zijn uitgewerkt. Hier gaan we nu enkel focussen op een aantal recentere evoluties, die in de eerste plaats bedoeld zijn voor mensen die op een of andere wijze met preventieve aspect van de Vlaamse archeologie beoefening betrokken zijn. Belangrijke doelstelling van die onderzoeksbalans. Dus er is een onmiskenbare toename geweest sinds het einde van de eerste versie van veldonderzoeken, van toevalsvondsten en van analyses op ingezamelde vondstensembles. Een rijkdom aan nieuwe data, die deels in het verlengde ligt van hetgeen in de initiële versie werd gepresenteerd, maar tegelijkertijd ook een aantal belangrijke nieuwe trends en verschuivingen weerspiegelen. Op het vlak van uitvoerders, met een sterk toegenomen rol van de commerciële spelers, vlak van de context waarin de data worden ingezameld, vooral via het preventieve circuit, dat sinds de implementatie van de nieuwe regelgeving aan striktere eisen gebonden is. En op het vlak van de ontsluiting van het terreinwerk naar de vakgenoten en naar de ruimere gemeenschap toe, waarbij een zeer opvallend element was de toename en overvloed van Nederlandstalige rapporten met vooral toevalsmeldingen. Op vlak van gerichte prospectie en waardering naar mesolithische resten in de bodem heeft er een heel belangrijke wijziging plaatsgevonden met het gericht prospectief booronderzoek, dat pas sinds de tweede helft van de jaren 90 voor het eerst in Vlaanderen werd geïntroduceerd. Het heeft zich grotendeels verplaatst vanuit die wetenschappelijke context, waar belangrijk pioniersonderzoek werd verricht, naar het commerciële circuit, waar de materie verder werd uitgediept, ook in andere contexten, wat recent onder meer heeft geresulteerd in een aantal belangrijke handleidingen en ook syntheseonderzoeken die zich daarop hebben gesmeten. Die gestage ontwikkeling van en toename van meer geschikte, kostenefficiëntere en meerfasige prospectiebenaderingen, met een belangrijke plaats voor boringen voor afgedekte contexten, die hebben geleid tot een veel genuanceerder beeld over de complexiteit en variatie van het mesolithische bestand. Parallel daarmee zijn er de voorbije jaren een aantal nieuwe concepten geïntroduceerd, zoals palimpseste, sitecomplexen, fantoomstratigrafieën, multiproxy-analyses zijn allemaal termen die daarvoor nauwelijks of niet aan bod kwamen. Tal van nieuwe vindplaatsen zijn ontdekt via die gerichte prospectiestrategieën in diverse landschappelijke contexten, waaronder ook enkele die gunstig zijn gebleken voor de bewaring van organische resten, en dan voornamelijk uit de recentere mesolithische fases. Enkele van die nieuwe vindplaatsen zijn vervolgens ook deels opgegraven geweest, vaak met gebruik van nauwkeurige registratie- en inzamelstrategieën. Een aantal van de grotere projecten zijn Basel, Kerkhoven en Verrebroek. Die hebben ons een diversiteit aan nieuwe informatie over de mesolithische mens en zijn natuurlijke omgeving opgeleverd. En dit voor verschillende fasen binnen het mesolithicum. Al die resten die zijn ingezameld tijdens die opgravingen zijn uitvoerig onderwerp geweest van gedetailleerde studies, zowel vanuit intrasite als intersite perspectief. Naast een aantal bot- en plantencollecties gaat het nog steeds vooral over lithische resten, over stenen, die aan een uitgebreid gamma van typologische, technologische, functionele en ruimtelijke studies, inclusief attributenanalyse, refitting en microwear, werden onderworpen. Wat vooral gebeurde in het kader van academische verhandelingen. Maar in mindere mate ook als onderdeel van die grotere opgravingsprojecten of via projectsubsidies tegenwoordig. Ze hebben ons niet alleen antwoorden geboden op eerder geformuleerde onderzoeksvragen, maar tegelijkertijd ook nieuwe vragen en discussiepunten opgeworpen of bestaande vragen vanuit nieuwe perspectieven opnieuw onder de aandacht gebracht. Iets wat naar voren kwam uit die balans is dat de commerciële spelers uit het preventieve circuit zich vooral gaan richten op het terreinwerk, zowel prospectie, de waardering en de opgraving, terwijl die gedetailleerde uitwerkingen
die toch nodig zijn om de data om te vormen tot kennis. En die tijdens dit terreinwerk werden ingezameld, vooral in academische instellingen, wordt omgevormd tot kennis. De uitwerking van de ingezamelde data in preventief onderzoek blijft in de regel beperkt tot een assessment en basisverwerking. Dus dan vooral de Gentse Universiteit, die daarin sinds de jaren 90 een prominente rol blijft spelen, zoals ook duidelijk naar voren komt in de ontsluiting van dat onderzoek. Er is een sterke toename van anderstalige, vooral Engelstalige publicaties in nationale en vooral internationale academische tijdschriften opgetreden, waarmee dat mesolithisch onderzoek dan vooral uit het westelijke deel van Vlaanderen op een internationale kaart werd gezet. Een aspect dat in de initiële versie nog als een heel belangrijk streefdoel naar voren werd geschoven. Toch hebben we tegelijkertijd ook moeten vaststellen dat het mesolithisch onderzoek, ondanks die geleverde inspanningen om het via anderstalige bijdragen op internationale fora buiten Vlaanderen te presenteren, betrekkelijk weinig werden opgepikt en gebruikt in die internationale wereld. Een analyse van het bronnenapparaat heeft aangetoond dat het vooral om zelfcitaties en citaties door Vlaamse collega's handelde. Er is dus ondanks alle geleverde inspanningen nog wat werk voor de boeg om het mesolithisch onderzoek en het mesolithicum in Vlaanderen op de internationale kaart te zetten. Ook even kort meegeven dat op vlak van ontsluiting naar het bredere publiek toe de laatste jaren een toename is te merken van het aantal initiatieven. Een aspect dat we niet hebben uitgewerkt in de balans, maar dat zeker wel onze aandacht verdient. Een nieuw element in de actuele versie van de onderzoeksbalans is die thematische lijst van actuele onderzoeksvragen. Betrouwbare kennis over mesolithicum en vroeg Holocene kan enkel verkregen worden door het formuleren van onderbouwde antwoorden op gestelde onderzoeksvragen, inclusief het poneren van toetsbare hypotheses, die dan vervolgens als uitgangspunt kunnen dienen voor het uitvoeren van nieuwe, gerichte waarnemingen en het inzamelen van data. Dit kan gekaderd worden in een reeks onderzoeksthema's die we daar hebben opgelijst. En die vormen de basis voor, of die kunnen de basis vormen voor de opmaak van regionale en lokale onderzoeksagendas, die zelf belangrijke sturende instrumenten kunnen zijn voor onderzoek, beheer en beleid. Waarin op basis van actuele kennislacunes niet alleen keuzes kunnen gemaakt worden, maar ook prioriteiten voor actueel en toekomstig onderzoek, beheer en beleid kunnen uitgestippeld worden. Zonder al die vragen zelf in detail te gaan overlopen, gaan we nog een aantal belangrijke opmerkingen meegeven over die vragenlijst. Die lijst van vragen is zelf geen onderzoeksagenda, maar kan wel gebruikt worden bij de uitbouw van een dergelijk instrument. Om zo stelselmatig actuele lacunes op te vullen. De lijst is zeker ook niet exhaustief. Het gaat vooral om vragen met een algemeen karakter. Een aspect dat van belang is, omdat die uit de balans naar voren is gekomen, dat onze actuele kennis over het mesolithicum op heel veel vlakken, zowel methodisch, chronologisch, thematisch als geografisch, op dit moment nog anekdotisch van karakter is. Er is met andere woorden nog een omvangrijk, onontgonnen potentieel tot kennisverwerving met betrekking tot mesolithicum en vroeg Holoceen. En op tal van domeinen kunnen nog tal van onderzoeksvragen geformuleerd worden. We wezen er al op dat het preventief onderzoek zich vooral richt op het terreinwerk, terwijl de verwerking ervan gebeurt in academische context. We halen dat hier ook nog eens aan, omdat gros van de kennis over het mesolithicum en veel meer dan het geval is voor recentere periodes, geldt trouwens ook voor het paleolithicum, veel van die kennis die kan pas verkregen worden via uitgebreide interdisciplinaire en geïntegreerde onderzoeksbenadering die pas na het veldwerk kunnen plaatsvinden. En waarvoor dus in de preventieve context, waar die uitwerking beperkt blijft tot assessment en basisverwerking, nauwelijks tijd en middelen voorhanden zijn.
Het is dus met andere woorden van belang dat die twee aspecten, dat preventieve en dat academische, die opgraven, dat veldwerk en die uitwerking, dat die goed op elkaar afgestemd blijven. Dat brengt ons, bij wijze van afronding van dit overzicht, bij enkele uitdagingen waar mesolithisch onderzoek in Vlaanderen mee geconfronteerd wordt. Ondanks een onmiskenbare toename en diversificatie in de voorbije decennia, die we uiteraard alleen maar kunnen toejuichen, blijft het aantal gekende kwaliteitsvolle mesolithische datasets in Vlaanderen, waarmee we dan in de eerste plaats verwijzen naar opgegraven contexten die ons de meest gedetailleerde informatie kunnen verschaffen, al bij al beperkt voor zo'n groot gebied van meer dan 1300 vierkante kilometer en voor zo'n lange periode van bewoning in een complex en veranderend landschap. Tegelijkertijd hebben we ook vastgesteld dat de gekende mesolithische opgravingen, zelfs al hebben ze een zeer grootschalig karakter gehad, over het algemeen toch slechts kleine uitsneden vormen van ruimere vondstspreidingen, waarvan dan het niet opgegraven deel nagenoeg steeds quasi ongedocumenteerd vernietigd wordt, omdat behoud in situ ervan vaak niet tot mogelijkheden behoort en behoud ex situ ervan een gigantisch dure onderneming zou worden. Het gaat dus over drastische keuzes die vaak gemaakt moeten worden, over wat al dan niet te documenteren en wat al dan niet te bewaren. Het is evident dat die drastische keuzes op een correcte wijze verantwoord dienen te worden en dat daarvoor een gedegen afwegingskader noodzakelijk is. Ook op dit vlak kan de onderzoeksbalans een belangrijke rol vervullen. Onze actuele kennis over de mesolithische mens, ik heb het al aangehaald, kunnen we voorlopig niet anders dan karakteriseren als anekdotisch van karakter. En dit voor nagenoeg alle thema's en vragen die via mesolithische archeologie en aanverwante disciplines onderzocht kunnen worden. Het leidt dus geen twijfel dat er op nagenoeg alle vlakken en voor nagenoeg alle Vlaamse regio's als gevolg van de talrijke lacunes nog ontzettend veel kennis te vergaren is. En dus veel nuttige kenniswinst te rapen is. Ook over de voorraad van mesolithisch erfgoed, de ongekende voorraad, bestaat eigenlijk relatief weinig concrete kennis. De initiële versie van de balans kwam daar tot de conclusie dat die zeer groot is, ook op plaatsen waar reeds onderzoek heeft plaatsgevonden, omdat veel van die zogenaamde sitecomplexen tot dusver slechts zeer beperkt exhaustief onderzocht werden. Het feit dat zoveel mesolithische resten worden aangetroffen in Vlaanderen, zei het nogal te vaak per toeval en te weinig via gerichte benaderingen, verplicht ons toch om een alerte kritische blik te blijven werpen op een aantal recente uitspraken, zoals bijvoorbeeld de opmerking dat steentijdvondsten zeldzaam zijn in Vlaanderen, of dat prehistorische artefacten sites eenmaal minder frequent voorkomen in deze regio. Nu, waarover weinig twijfel bestaat, is dat een groot deel van het tot dusver ongekende, maar potentieel behoudenswaardige bestand, dat zich dus niet zo eenvoudig laat opsporen en evalueren, wel acuut bedreigd wordt door het groot aantal verstorende ingrepen dat in Vlaanderen wordt uitgevoerd. Die acute bedreiging en vermoedelijk ook een grootschalige, ongedocumenteerde vernieling, die beperkt zich niet enkel tot afgedekte resten, die vaak als goed bewaarde contexten worden beschouwd, maar ook en misschien wel meer tot niet of slechts gedeeltelijk afgedekte resten nabij het huidige oppervlak, die relatief gezien weinig aandacht krijgen in hedendaags professionele mesolithische archeologie. Het spreekt voor zich dat het opsporen, het in kaart brengen en het evalueren van de behoudenswaardigheid van mesolithische resten aangepaste kaders voor prospectie en waardering vereist, en dat rekening houden met de aard van de resten en een sedimentaire context. De aanbeveling uit de initiële versie om in de toekomst meer in te zetten op een proactieve prospectie en waardering van mesolithische resten, waarbij de reconstructies van het paleolandschap al dan niet afgedekt als leidraad fungeren, in plaats van toevalsvondsten en proefsleuven onderzoeken die allerminst zijn aangepast aan de gerichte zoektocht naar en evaluatie van mesolithische vondstspreiden, werd voor een deel ingelost na 2007. Het aantal gerichte prospecties en waarderingen is weliswaar exponentieel toegenomen in de voorbije jaren, met als resultaat al van nieuwe vondsten, maar de toegepaste methodiek bij die onderzoeken, die nog steeds vaak wordt uitgevoerd door mensen met een te beperkte voeling met prehistorisch onderzoek,
vertoont zoveel variatie dat de resultaten van een deel van die prospecties en waarderingen zeker in vraag dient te worden gesteld. Net als deze actuele versie van de balans kunnen methodologische evaluatiestudies en handleidingen, zoals er onlangs dus nog zijn verschenen, maar ook syntheseonderzoeken dus belangrijke bijdrage leveren om de kwaliteit en onderlinge vergelijkbaarheid van die gerichte prospecties en waarderingen beter te garanderen. Ondanks een spectaculaire toename van het aantal prospecties sinds de implementatie van de nieuwe regelgeving en het aantal uitvoerders dat hierbij betrokken is, blijven archeologische boorprojecten nog eerder een marginaal fenomeen in Vlaanderen. In die zin is de bevinding uit het besluit van de initiële versie van de balans dat de mesolithische archeologie niet voldoende mee profiteert van het groeiende preventieve terreinwerk nog bijzonder actueel te noemen. Hoewel er recent toch een zekere kentering lijkt te zijn opgetreden. Hetzelfde geldt voor eerder beperkte aandacht voor de bouwvoor of de ploeglaag, die nu meestal zonder verdere inspectie wordt weggehaald bij die onderzoeken. En dan gaat het voornamelijk bij de waardering onderzoeken. Dit om de mate van gaafheid van in kaart gebrachte vondstprijzen te achterhalen, rekening houden met de complexe relatie die er bestaat tussen bodemprocessen enerzijds en depositie van archeologische resten anderzijds. Dit doet er mij ook even aan denken, net zoals Caroline aanhaalde, en speciaal voor de stadsarcheologen onder ons, dat de integratie van steentijdonderzoek in stedelijke contexten met heel specifieke problematieken een belangrijk aandachtspunt dient te blijven. Hoewel er tijdens recente mesolithische opgravingen een aantal collecties van plantaardige en dierlijke resten zijn ingezameld, waaronder trouwens ook het eerste menselijk bot uit Vlaanderen, dat u daar rechtsboven op de dia kan zien, uit Basel, een sleutelbeen van een volwassen mens, het oudste menselijk restant trouwens in deze regio, blijft organisch materiaal uit deze periode toch schaars en de ingezamelde resten relatief verweerd, waardoor het belangrijke informatiepotentieel dat zulke resten bezitten toch nog steeds onderbelicht blijft vandaag de dag. Deze bevinding van schaarse organische resten werd ook in de initiële versie van de balans in verband gebracht met een beperkte voorraad van permanent natte contexten. Toch zijn dergelijke afgedekte wetland contexten met potentieel gave tot met een potentieel gave organische bewaring zeker te verwachten, ook uit de vroegere fase van mesolithicum. En dienen die natte contexten dus een belangrijke focus te blijven van mesolithisch onderzoek, aangezien ze ons als unieke bronnen kunnen informeren over aspecten van menselijk gedrag en natuurlijke omgeving die andere contexten ons niet kunnen leveren. Dat betekent evenwel niet dat die andere contexten, die drogere contexten, die veruit het gros van het mesolithisch bestand uitmaken, zomaar genegeerd moeten worden natuurlijk. Net zoals geopperd werd in de initiële versie verdienen valleigebieden, naast die van de Schelde die reeds vrij uitgebreid werd onderzocht, bijzondere aandacht. Niet omwille van de betere bewaringskansen, of niet alleen omwille van die betere bewaringskansen voor organische resten en de mogelijkheden om mesolithische resten direct te linken aan paleolandschappelijke proxy, maar ook omdat mesolithische resten in dergelijke alluviale contexten in een gestratifieerd verband verwacht kunnen worden. En dat zijn contexten die we tot dusver nagenoeg nog niet kennen in Vlaanderen. We moeten natuurlijk ook rekening houden met de complexe en tijdsintensieve karakter waarmee veldonderzoek in wetland contexten gepaard gaat. Chronologische vraagstukken, dat zijn traditioneel gezien de belangrijkste thema's in mesolithisch onderzoek geweest in Vlaanderen. Ze hebben niet alleen betrekking op de zoektocht naar de limieten en de interne opdeling van het mesolithicum, maar richten zich vanuit diverse schalen ook op de belangrijke palimpsestproblematiek en de interne chronologie van vindplaatsen. Toch blijft uitgebreid radiometrisch koolstofonderzoek van het mesolithicum in Vlaanderen een aspect dat voornamelijk vanuit de samenwerking tussen UGent en het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium wordt uitgevoerd. Dat omvat een aantal belangrijke methodische studies, het opstellen van protocollen en de zoektocht naar en evaluatie van geschikte dateringsmaterialen en dateringscontexten. En het heeft nog steeds vooral betrekking op Zandig Vlaanderen en de Scheldepolders,
waarvoor reeds een behoorlijk uitgewerkt chronometrisch kader voorhanden is, voornamelijk voor de vroege en finale fases van het Mesolithicum. Voor andere regio's en voor andere mesolithische fases blijft dit kader, dit chronologische kader, vooralsnog beperkt. Hoewel er bij recente mesolithische opgravingen in andere regio's steeds vaker ook dateerbare organische resten worden ingezameld. Hoewel dat chronometrisch onderzoek belangrijke bijdragen heeft geleverd aan die transitieprocessen tussen het Paleolithicum en het Mesolithicum en tussen het Mesolithicum en het Neolithicum, vooral dan ook weer al in het westen van Vlaanderen, zijn er op dit vlak nog veel kennislacunes die blijven bestaan. Andere onderzoeksthema's, waar de voorbije jaren in min of meerdere mate vooruitgang werd geboekt, maar waar tegelijkertijd ook nog veel ruimte is voor verfijning of herziening van de bestaande kennis, zijn mesolithische mobiliteit, etniciteit, sociale territoria, voedselvoorziening, technologie, landgebruik, grondstofherkomsten, nederzettingsdynamiek en interne nederzettingsorganisatie. Enkele meer vergaande integratie van onderzoeksbenaderingen op zowel inter- als intra-site niveau, zoals attributenanalyse, refitting, microwave, ruimtelijk onderzoek en radiometrisch onderzoek van lithische vondstclusters, nog steeds quasi-exclusief het domein van academische onderzoeken. En dit in combinatie met nauwgezette opgravingen en degelijk uitgewerkte methodische en theoretische kaders kunnen een belangrijke rol vervullen in het begrijpen van de complexiteit van het mesolithische bestand. En dit in termen van mesolithisch menselijk gedrag, maar ook in termen van postdepositionele formatieprocessen van dit bestand. Zoals dus ook reeds in 2008 werd geopperd, blijft het van het grootste belang om voldoende middelen te investeren in die gedegen uitwerking van mesolithische data. Vooral omdat mesolithische vindplaatsen door een complexe formatiehistoriek en de afwezigheid of nagenoeg afwezigheid van structurele elementen hun ware aard pas onthullen nadat die studies na het veldwerk kunnen plaatsgrijpen. Studies die relatief veel tijd en geld in beslag nemen. En daarmee wil ik deze presentatie afronden. Hartelijk bedankt, Gunther. Voor de vragen mag je eventueel de camera opzetten. Dan kunnen de mensen ook het gezicht achter de stem... Mijn excuses daarvoor. Geen probleem. Was ik even vergeten. Voilà. Beter zo? Voorlopig is in de chat enkel één vraag binnengekomen. Namelijk dat de schaarste van organisch materiaal, dat dat realiteit is, of dat er niet genoeg aandacht misschien wordt besteed aan het verzamelen van, maar dat een intensieve bemonstering van groot belang is voor zo dat organisch materiaal te verzamelen. Ik denk sowieso in droge contexten gaat het om organisch materiaal in verkoolde, verbrande toestand. Dus als daar, zoals vandaag de dag algemeen goed is, fijnmazig gezeefd wordt, dan wordt dat wel gerecupereerd. Als het gaat over niet verkoolde, verbrande organische resten, dan spreken we over de natte contexten. Ben ik ervan overtuigd dat die zeker wel nog aanwezig zijn, maar dat soort contexten wordt in preventieve archeologie niet zo heel veel, tot dusver toch nog niet zo heel veel bedreigd. Dus ze zijn er wel. Maar ze zijn tot dusver nauwelijks onderzocht geweest. Dus ik denk niet dat het een artefact is van methodieken die gebruikt worden. Voor het overige is er momenteel geen vraag in de chat. Ik had eigenlijk zelf nog een vraag over die... Ik vond dat een heel interessante opmerking over die wetenschapshistorische context. Ik denk dat dat ook geldt voor de andere periodes eigenlijk. We hebben zelf algemeen in Vlaanderen, denk ik. Ja, we hebben zelf ooit het archief van Georges Jasse doorploegd. En dat was een fantastisch archief met heel veel notities, tekeningen, veldtekeningen, foto's, de collectie zelf. We hebben ook ooit de collectie van Guus Bosmans, waar Piet Vermeers op heeft gewerkt, ook gaan inventariseren bij hem thuis. Met ook een geweldig archief. Effectief veldtekeningen, locatieaanwijzingen, ook zijn collectie zelf. Maar heb je een idee van hoe uitgebreid dat potentieel is in Vlaanderen? Over hoeveel van dergelijke archieven spreken we dan?
Maar er is alleszins best wel heel veel onderzoek gebeurd voor de jaren 60. En zoals je zelf aanhaalt, is niet al dat onderzoek is natuurlijk van hoogstaande kwaliteit geweest. Maar zoals je zelf hebt aangehaald, gaat dat vaak wel over heel degelijk uitgewerkte archieven. Dus daar zit best nog wel een omvangrijk potentieel, denk ik hoor. Ik heb mezelf ook wel verdiept in die vroege literatuur en ben daar eigenlijk van verbaasd geweest dat er best nog wel interessante en actueel relevante zaken in werden vermeld, die eigenlijk vandaag de dag ja, grotendeels opzij worden geschoven of genegeerd. Dus ik denk dat dergelijke studies van de oudere onderzoekstradities, dat die best nog wel een aantal verrassend nieuwe elementen aan het licht kunnen brengen. Veel van die zaken werden vroeger ook niet in detail gepubliceerd natuurlijk. Het gaat over ongepubliceerde, fantastisch mooie, leuke archieven. Die sporadisch is aan het licht komen. Of onder de aandacht van de professionele wereld. Dus ja, ik denk dat daar zeker nog wel een potentieel zit. Om iets over het Mesolithicum en over het Mesolithisch onderzoek in Vlaanderen te weten te komen. Misschien nog snel aansluitend bij dat laatste, die historiek van dat steentijdonderzoek in Vlaanderen. Erwin en Marleen, is het al nog te vroeg om al een kleine reclame te maken voor de podcasts? Dat mag, als je geen reclame wilt maken, dan mag je dat altijd natuurlijk. Ah, wel. Maar aangezien dat een project is waar jij en Marleen concreet mee bezig zijn en dus het meeste vanaf bezig. Misschien kan iemand van jullie daar snel een woordje over plaatsen, wat dat het opzet is. Ja, we hebben eigenlijk in het kader van de onderzoeksbalans het RSDD uitgestart eigenlijk. Ze hebben een reeks met podcastopnames gestart met een aantal mensen uit de steentijdarcheologie. Over bepaalde thema's. Onder andere de laatste die we hebben opgenomen is met David van Rijbroek en Piet Vermeers. En dat ging dan eigenlijk specifiek over het werk van Piet, niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Egypte onder andere. Dus eigenlijk een beetje zijn heel rijke onderzoekscarrière eigenlijk. Dus dat is inderdaad al een goed startpunt, denk ik, om zo'n beetje de overzicht van Piet zijn werk te krijgen. En een aantal andere thema's die aan bod komen, is onder andere ook een aflevering met Bart van Montfort en Jeroen van Varenberg over neolithisering en neolithicum. Mark de Bie over de kunst in de prehistorie, met een doorslagje naar welke dingen dat we daarvan in Vlaanderen kennen. En eentje ook met Vele Rots over de ontwikkeling van werktuigen. In de evolutie van de mens en ook de vroegste cities in Vlaanderen, ook die onder andere Kessel op de Schans komt ook ter sprake, waar dat we daar de aanwijzing voor hebben. En die podcasts die komen er dan waarschijnlijk tegen de zomer, die worden nu nog verder gemonteerd en nog wat verrijkt met wat achtergrondmuziek en dergelijke. En die komen dan normaal gezien tegen de zomer online. Dus maar dat zal al wel te gepaste tijden ook verdeeld worden via allerlei sociale media merken. Want ze zijn in principe bedoeld voor het brede publiek, maar ongetwijfeld minstens even interessant voor de professionals. Ja, ik denk zeker ook die met Piet Vermeers, die dan effectief gaat over zijn werk, zijn pionierswerk in Vlaanderen, dat een wat wel pionierswerk is. Dat een wat wel heel belangrijk werk is, is denk ik voor iedereen wel. Het zijn allemaal voor iedereen wel interessant, sowieso. Dus, ja. En voor degenen die ooit les van hem hebben gehad, ongetwijfeld een plezier om ze hem nog eens te horen. Ja. Zijn luide stem. Ja, effectief. Het is al een beetje gedempt door de montage misschien. Ja, anders raken de koptelefoons overstuurd natuurlijk. Ik zie dat Marleen nog een vraag had. Ja, het is de vraag dat de subsidies voor steentijdonderzoek, voor syntheseonderzoek, geen nuttige tool kunnen zijn voor meer onderzoek in het kader van vraagstellingen die de Gunther heeft aangehaald. Dus misschien kan je die een paar tips geven voor toekomstige syntheseonderzoeken, Gunther. Ja, eerste tip is in detail de onderzoeksbalans lezen. Hè. maar ik denk inderdaad wel dat die subsidies interessant zijn. Hey, dat blijkt ook al. Er zijn toch best wel al
verschillende steentijdonderwerpen aan bod gekomen. Ja, ik denk dat van belang is ook, je hebt er zelf al een paar keer op gehamerd, die onderzoekskaders. Hè. En je hebt eigenlijk heel veel aspecten in je presentatie aangehaald over tafonomie, over C14, over radiochronometrische dateringen, over heel veel verschillende aspecten eigenlijk. Maar dat komt dan eigenlijk allemaal samen in die noodzaak tot die onderzoekskaders, hè, dat je dan echt verder op die ICT's onderzoeken zou kunnen gaan werken. Hè. Daar heb je eigenlijk heel veel mensen denk ik nodig, heel veel verschillende disciplines die met elkaar in discussie gaan. Ja, het is natuurlijk ook die syntheseprojecten, dat moet voorbij de grenzen van individuele vindplaatsen en onderzoeken gaan natuurlijk ook. Hè. En misschien zelfs ook in samenspraak met ook collega's uit de omringende landen. Dus nog één vraag over de wetlandcites. Namelijk wat dat de beste opsporingsmethodes zijn. Maar nu vooral via paleolandschappelijke reconstructies en via dan vooral denk ik dat het bedoeld is via boringen. Maar de vraag wordt gesteld dat er ook andere methodieken zijn ervoor. Nou ja, dat hangt natuurlijk voor een groot deel af van hoe diep dat die resten onder de grond zitten natuurlijk. Maar het uitgangspunt daar, vooral omdat voor diepere afgedekte resten het niet alleen een dure onderneming is, maar ook een moeilijke onderneming, is het van belang dat je vertrekt vanuit die landschapsgerichte benadering. Dus het gaat sowieso om gefaseerde benaderingen, sowieso, waarbij je in de eerste plaats een voldoende nauwkeurig beeld probeert te krijgen, en dat is dan via invasief booronderzoek, van paleotopografie, van bodembewaring in die afgedekte contexten. En dat je op basis daarvan dan gerichte, onderbouwde keuzes maakt van locaties die, waarop je zou willen focussen, die meer potentieel bieden. En dat je die kleinere gebieden dan heel intensief verder gaat bemonsteren. Andere methodieken. Ja, Caroline sprak er al over voor. Want op zich is die problematiek dan natuurlijk wel een beetje gelijkaardig aan. Dat is niet beperkt tot mesolithische archeologie natuurlijk. Dat is gelijkaardig met paleolithische probleemstellingen. Maar het lijkt mij weinig realistisch om op grotere diepte, grotere kijkvensters te gaan realiseren. Dus het zal dan toch via kleinere steekproeven, die zo nauwkeurig mogelijk worden geobserveerd en geïnterpreteerd, moeten gebeuren, denk ik dan. Ja. Ik zie voorlopig geen andere vragen via de chat binnenkomen. Ik weet niet, Marijn, heb jij nog? Misschien nog wel eentje stellen. Je merkte op dat er toch wel een duidelijk gebrek is aan doorgedreven verwerking en publicatie van de opgegraven sites. Binnen de preventieve archeologie. Als het gebeurt, dan gebeurt het gewoonlijk in het kader van academisch onderzoek. Ook al zijn de sites wel opgegraven in het kader van een preventief traject. Dat was een observatie die je meedeelde en die is ongetwijfeld correct. Maar heb je de indruk dat een problematiek is die sterker speelt voor mesolithicum of steentijd algemeen, of dat die evengoed geldt voor alle perioden? Niet dat als het voor alle perioden zou gelden, dat die problematiek minder een probleem zou zijn, maar kwestie van te weten op welk niveau dat best aangepakt zou worden. Ik denk dat dat vooral een problematiek is van de vroege steentijden. Van de steentijden in het algemeen. Waar dat je dan vooral zit met artefacten spreidingen en minder met bodemsporen, die er ook wel zijn natuurlijk, en waarvoor ook aandacht moet zijn. Maar in tegenstelling tot de sporenarcheologie, waar je op terrein al vaak heel duidelijk
weet waar je aan toe bent, wat er voor je neus ligt, heb je dat met die artefactenspreidingen totaal niet. En daar, het enige dat je daar op het terrein ziet, zijn de vakjes die je bij wijze van spreken uitgraaft. Hè. Dus daar, het terreinwerk daar is het verzamelen van data. En die omvorming van data naar kennis gebeurt pas grotendeels achteraf. Hè. Ik denk dat dat een wezenlijk verschil is tussen sporenarcheologie en tussen archeologie van vondstspreidingen. En dat is dan ja, min of meer prehistorie en steentijd versus recentere periode. Hoewel dat dan natuurlijk niet, geen één op één relatie hoeft te zijn natuurlijk. Nee. Dus dat is wel een, dat is, dat, ja, dat is een spanningsveld waar steentijdarcheologie mee te maken heeft, hè, binnen die preventieve context. Ja, en gerelateerd aan de financiering natuurlijk steeds. Ja, ja.